dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer met een leuke video, hoop ik. We gaan vandaag proberen om deze tank eigenlijk een beetje te slopen. Dus ja, eigenlijk wat ik ga doen, ik ga deze hele tank eigenlijk uit elkaar halen. Er zit volgens mij geen koepel op. Ja, als het geluid een beetje te hard is, dan ga ik dat even een beetje veranderen. Ik zet hem nu even op 50. Of, nou, nu hoor ik helemaal totaal niks meer. Dus, ja. Weet je. Zo kan het wel. Oké, we gaan gewoon eerst even een beetje bovenaan beginnen, weet je. We gaan gewoon een beetje slopen en... Misschien het wel, weet je. We gaan gewoon even kijken hoe we het gaan doen. Want ja, weet je. Het is nog best wel aardig veel werk. We moeten even kijken. We moeten eerst die kleine klepje hebben. En dan die... Oh, jongen. We gaan natuurlijk dit hele tank uit elkaar halen. Om hem zeg maar helemaal weer... op te maken eigenlijk, weet je. We willen hem helemaal weer restaureren. Dus ja, we gaan gewoon even een beetje uit elkaar halen. En dan gaan we het even maken. Dus ja, weet je, we gaan gewoon even kijken of het wil werken of niet. We gaan gewoon even kijken, weet je wel. misschien zullen jullie vragen wat voor game is dit. Dit is Tank Simulator. We hebben een Stugu 3 of zo. Maar ja, het is leuk, weet je. Oh, ik zie dat iemand online is. Ik zag dat iemand online is gekomen. Nou ja, dat kan. Maar ja, het is een spelletje wat ik even een tijdje geleden heb. Of nou ja, eigenlijk heb ik deze nog nooit opgenomen natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel, hoezo kan ik die rups niet afhalen? Moet ik zeker bij de rups beginnen. Chorus dus. Dus ja, weet je, ik wil het natuurlijk een klein beetje uit elkaar halen. Zo, dat is wel een hele lange. Oh ja, ja natuurlijk, dat was natuurlijk een hele lange, lange bout natuurlijk. Ja, het is echt een gepiel om dit echt uit elkaar te krijgen. Want ik had gisteren of zo had ik een hele andere tank. Maar dan was het echt. Uit elkaar halen. Ja, kan, weet je. Het kan. Daar gaat het om. Het kan, weet je wel. Maar het is natuurlijk best wel lastig om zeg maar de dingen te krijgen van wat je nodig hebt. Dus ja. Want ja, de ene tank heeft natuurlijk zoveel wielen en de andere heeft zoveel wielen. Nee, oh. Dat weet ik niet. Ja, soms moet je wel zo, maar ja, weet je, de game kan af en toe nog een beetje tegenwerken, maar weet je, dat maakt mij niks uit. Ik haal hem gewoon helemaal uit elkaar. Dit is mijn eigen tank, want die heb ik gevonden, zeg maar. Dus ja. Zodoende. Dan halen we hem nu gewoon helemaal uit elkaar. En dan kunnen we, want ik heb 132k. Dus ik heb genoeg geld, zei iemand, om hem te fixen. Dus dat geloof ik dan ook wel,
Want het is geen koepel, volgens mij. Want even kijken. Koepel. Dat gaat niet. Ja, oh ja, dat is wel. Dat is de motor. Dat is de motor die er op zit. Voor. Ja, ik moest er voor beginnen. Ja, voor moest ik beginnen. Maar ja, ik hoop dat jullie deze spelletje leuk vinden. Want dan gaan we misschien wel vaker doen, natuurlijk voor jullie. Als het intro of wat dan ook te hard is. Want ik heb een keer een. Ik dacht van, ik maak toch een keer een intro. Weet je dan? Dus ja. Zodoende. Maar ja, we gaan nu een beetje. Ja, een beetje de tank een beetje uit elkaar halen. Het is niet, weet je, want ik ga hem zelf wel weer in elkaar zetten natuurlijk. Want ja, ik wil natuurlijk wel even een keer verder komen in deze spel. En als ik natuurlijk echt een goede tank heb of zo voor jullie vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dan laat ik dat natuurlijk jullie wel zien. Want ja, weet je, ik weet niet of deze uit de Tweede Wereldoorlog komt. Dus ja. Dat weet ik niet, want ja, weet je, ik heb niet heel vaak deze spel gedaan. Dus ja, dan is het voor mij natuurlijk ook allemaal de vraag en wat dan ook. Weet je, dus ja, zodoende, zodoende. Maar ja, ik laat het natuurlijk wel zien als die dan helemaal klaar is en dat soort dingen. Maar ja, voor de rest niet zo heel veel natuurlijk. Voor de rest is het eigenlijk ja, een beetje klooien, hè? Want dat is het eigenlijk. En dat doen we eigenlijk een beetje met deze game eigenlijk een beetje klooien om hem zeg maar goed in elkaar te zetten en dat soort dingen. Even ja, de volgende. Want ik haal nu de barretjes eruit. Dus ja, weet je, dat zijn de dingen wat ik eruit kan halen. Oh. Eerst moet dat nog weg. Dat weg. Die weg. Dan kan pas die weg. Ja, en dan pas. Kijken, want dit kan ook nog weg. En die kan nog weg. Ja, dan had mijn goede maat, zeg maar, andere maatje van me. Die ik, of nou, die mij gisteren een beetje heb geholpen met dit helemaal. Die heeft dit een beetje uitgelegd van hoe ik het nog beter kan doen. Maar ja, als jullie dit leuk vinden, dan wil ik best wel een keer helemaal overnieuw beginnen. Maar ja. Ja, moeten we natuurlijk wel dat even kunnen, weet je wel. Of wij kunnen, we kunnen het wel, maar het is meer van als jullie het leuk vinden om dit te zien natuurlijk, dan kunnen we dat zeker wel een keer doen, weet je. Het is niet van we kunnen het niet doen, maar je legt natuurlijk een beetje af van wat jullie ervan vinden. Of jullie het wel leuk vinden om dit te zien, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van jullie. Dus ja, dan hoor ik dat wel heel graag van jullie. Maar ja, dus ja, jongens, ik heb de tank niet helemaal uit elkaar. Maar ja, ik wil zeggen, natuurlijk wel bij deze video. Het is een heel kort videootje even voor vandaag. Want ik wist even niet zo gauw wat ik moest gaan doen. Maar ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En ik zie jullie dan toch natuurlijk de volgende keer. Laat me even weten of jullie dit leuk vinden. En de intro leuk vinden. En misschien kan ik hem ook als outro gebruiken. Maar dan kunnen we een keer even kijken. En dan wil ik zeggen. Ja. Voor de English guys. Thanks for watching. En zijn een dope forget. Sub button below. Don't forget the notification bell. I'll see you next time. Zoals I say. Sleep later. En zoals ik altijd zeg. Is altijd later. Later.